Hoi, welkom bij De Klerk Campers en Caravans. In dit filmpje leggen we u uit hoe een Alder kachel werkt. Deze caravan is voorzien van een Alder verwarming. Alder werkt met een bediendeeltje. En het is eigenlijk een vloeistofverwarming. Zoals u thuis gewend bent met radiatoren, kan uitgebreid worden met vloerverwarming, waardoor die hele behagelijke en snelle verwarming geeft. Als u hem in wilt schakelen, drukt u één keer kort op het powerknopje. Dan start het display op. Vervolgens kunnen we door het knopje menu, kunnen we eigenlijk de instellingen doorlopen. In het bovenste balkje geven we de gewenste binnentemperatuur aan. In het balkje daaronder kunnen we de gewenste watertemperatuur aangeven. Die laat ik nu even uit, omdat we de boiler nu niet gevuld hebben met water. Dus dan willen we ook geen warmtevraag in de boiler hebben. Drukken we dan op het vlammetje, dan schakelt de kachel in. En op dat moment start eigenlijk de kachel op. En hiermee kunnen we kiezen of we ook nog elektra erbij willen verwarmen. En dat kan in 3 stappen. Let wel, dit is afhankelijk van de hoeveelheid stroom wat u beschikking heeft op uw campingplaats. En daar kan ook nog een prioriteit ingesteld worden. U kunt door middel van het tandwieltje kunt u naar instellingen toe. U ziet hier prio met een vlammetje en een bliksemschichtje. Hier kan je eigenlijk instellen wat de prioriteit heeft. In dit geval is dat gas. Hij kan op stroom. En dat zijn eigenlijk de instelmogelijkheden. Het systeem is in diverse mogelijkheden uit te breiden, maar ook voor campers met motorverwarming en dergelijke. In dit geval in de caravan zit dat niet, dus is dat ook niet mogelijk. Mocht het nou zijn dat hij een foutmelding geeft dat hij de gas tekort komt na het wisselen van de fles, dan kunt u best de kachel gewoon even uitschakelen door weer op menu te drukken, het vlammetje uit te zetten, even te wachten en hem opnieuw in te schakelen. Dan gaat hij opnieuw beginnen met opstarten en dan kan het net zo zijn dat het laatste beetje lucht eruit is.